Hey jongens van ShadowGames23, ik ben Ronald en vandaag hebben we jullie een nieuwe aflevering van Crysis 3 Road to Commander. En ja jongens, ik wil even zeggen dat het mij alweer, jawel alweer, spijt dat ik niet zoveel Crysis 3 upload op dit moment. Ook geen Call of Duty. Ik ben überhaupt een beetje raar bezig met het videoschema op dit moment. Dat komt omdat ik wacht op GTA 5, want ik zei wel dat aan de deur op zoek er Lego Star Wars 3 voor jullie klaar staat. Alleen dat wel GTA 5, want wel, ik had gehoopt dat ik met Road to God ook klaar zou zijn. Alleen dat is dus ook niet klaar. Want ik heb het ten eerste dus heel druk met school en wel gewoon als met Minecraft. Daar ben ik van allerlei dingen mee bezig. Dualcraft, al die races, enzovoort. Dus ik ga vanaf nu proberen om 3 afleveringen van Crysis 3 per week up te loaden. Ook om 3 afleveringen Road to Gold te uploaden. Maar het kan dan zijn dat er soms 2 video's per dag uitkomen. Omdat ik heb van dat kut internet. Dus ik moet dan bijvoorbeeld kiezen of Crysis 3 opnemen of een video uploaden. Dus ja, soms dan lezen jullie dat wel op mijn Twitter en zo. Dus als jullie willen weten wanneer dat is, dan volg mij even op Twitter. @ShadowGames23. Maar goed, we gaan maar gewoon eens even Crysis 3 spelen. Ik heb ook een kop thee hier trouwens. Dus dat is altijd lekker. Ik heb hier een schorre keel vanochtend, dus ja. Holy shit, die zo is heet. Oké, wel goed. Crysis, echt heerlijk weer dit. Oké, wel. Ik ga gewoon proberen om die deathmatch te doen. Is het überhaupt? Waar zijn dan de lobby's? Liggen de lobby's van Crysis 3 eruit of zo? Het is Hunter. Ik wil geen Hunter doen. Kort chase, dat wil ik ook niet. Jezus, hé, moet je kijken, het zijn gewoon amper mensen hier. Spares wil ik ook niet spelen. Ik wil gewoon Team Deathmatch. Is dat niet mogelijk of zo? Hier, dit is Deathmatch. Dat is 0 van de 4. Wat is dat nou een faalend iets? Team Deathmatch Skyline. Oké. Okay. Faalend, hé. Even kijken. Hè? Goed, we gaan gewoon 1 potje spelen vandaag. De aflevering zal wat kort zijn, maar daar kan ik verder niks aan doen. Want, het duurt allemaal heel lang om te uploaden en alles. Dus ja. Maar dat betekent dat er dus meer afleveringen per week kunnen komen. En dat moet ik ze natuurlijk wel uploaden, dus ja, maar goed. We gaan maar gewoon verder en we zien wel. Eens even kijken. Waar ik vandaag mee ga, is ik ga met, jawel, stroopwafel. Want ik wil daar eens even mee kijken hoe dat speelt met die rapid fire die ik erop heb gezet. Even kijken. Ik wil eigenlijk die silencer, die moet ik echt af gaan halen, want dat ding is gewoon waardeloos. Oké, what the fuck. Oké, ik snap dit niet. Er spawnen mensen achter mij en alles. Ik volg het even niet meer. Kijk, dit bedoel ik. Hij was er net gespawnd. Wow, de spawns van de Crysis. Oké, goed. Ronald, even rustig. Gewoon rustig blijven, Ronald. Komt alles gewoon goed. Ja, dat is een 1v3. Ik heb in ieder geval een assist gekregen, dat is iets, maar ja, kijk dan hier. Dat vind ik echt een OP gun. Wanneer kreeg ik die? Die krijg ik volgens mij binnenkort ergens. I don't know. Ik kan mijn doctex verzamelen her en der. Dat is ook nog zoiets. Daar heb ik helaas geen assist voor gekregen. Dat is wel jammer. Ik ben een beetje aan het concentreren. Vlogzaak, kan ik er niks bij, kan ik niks mee doen. Is de commentary een beetje fout, jongens? Het spijt mij, maar het is de eerste commentary van vandaag. Dus ja, kan ik even niks aan doen op dit moment. Enemy heeft een betere radar. Oké, dat is niet zo heel mooi. Wil je boven wat flink gevochten? What the fuck? Ja, weer 3 mensen, hè? My god, wordt die gedubbelteamd. Dat vind ik niet leuk, Crysis. Why you do this? Ik vind Crysis 3 echt een epische game, maar ik heb er gewoon geen tijd voor om te spelen. Dat vind ik zo kut. In de zomervakantie heb ik allemaal zoveel tijd voor al die onzin. Een assist, are you fucking me? Holy kut, dat is dan nog even onzin. Auw, pijn, help. Even nog wat thee drinken. Wauw, dat was wel heel scheel van die gast. Maar ja, hij raakte mij wel, dus dat vind ik dan wel weer raar. Ik snap dan ook gewoon niet waarom Crysis 3 omdat gewoon, ik wil niet echt zeggen gaat spacen, maar dat Crysis 3 op dat punt gewoon falend doet.
Kijk, en oh my god, echt. Ik heb er ook gewoon geen guns voor, hè. Kijk, hij heeft gewoon die wat non-scope gun of zo. Ik weet niet wat voor gun is. Dat is allemaal wel. Oh, die kut, wat is het allemaal hier? Daar wil ik niet in. Vuren, blijf vuren. Dat is een rescuer kill. Dat is nog een kill, dubbel kill. Kijk, dat willen we, dat willen we. Keep firing, dat kwam met een bezoeker aan. Lekker. Of wat gooide die graaf zo? Nou, bezoeker. Woep, boep. Een kill of multikill of zo. Nou ja, ik heb een dubbel kill. Dat vind ik altijd leuk om dubbel kills te halen bij Crysis 3. Dus even kijken. Ik moet wel toch even in die feline gun. Die vind ik fijner dan dit waardeloos poep ding. Dus een assist en bam en zo. Waar ik ook gewoon geen fan van ben. Wel, toen kwamen er volgens mensen niet meer rug. Dat is ook altijd erg gewaardeerd hier. Weet die gun, hè? Ik zie zo'n laser sight op dat die gun is gewoon op, hè. Dus even kijken. Goed, nou ja, we gaan maar gewoon door. En nou ja, misschien wel wat schipstrand, denk ik. Dus even kijken hierboven. We gaan proberen achter ze te komen. Al denk ik niet dat dat via deze weg is. Maar dat zal wel. Of nou, volgens mij moeten we hier wel mee achter ze komen. Ja, we zijn hier nu beneden, dus... Yes, zie je wel. Oh mijn god. Oké, dat was echt proef van die gast. En ik ging gewoon met een of ander raar loopding of zo. Ik ging super snel in één keer. Ach nou ja, ik heb een van hun gekild door achter hem te komen. Dat is altijd wel leuk. Yes, dat heb ik ook gekild. Oké, okay, dank je teammate. Dat is ook heel fijn. Oh mijn god. Oh mijn god, dat is wel... Ja. Echt die shotguns, jongen, die zijn gewoon op, hè. Hey, oké. Okay. Misschien kan ik ook eens een keer wat kills maken met Air Stomp, who knows. Oh mijn god, ja, gemeleed. Ik vind het zo kut dat melee op V zit. Misschien ga ik melee wel op... Ja, E is volgens mij wat anders. Anders zou ik melee op E... Nee, ja, E is clothing. Zie je wel. Dan ga ik clothing wel op V zetten, denk ik. I don't know. Dus ik raak in ieder geval. Ik moet oppassen, jongens. Want het is gevaarlijk. Met al die kruisjes in de buurt. Het is allemaal crisis. Het is echt gewoon, iedereen heeft gewoon last van de belastingcrisis en de economische crisis en alles. Het is gewoon niet normaal. Oké, dat snap ik dan niet. Dan meeleed hij mij gewoon. Ah, volgens mij faal ik ook gewoon. Hoor. Ik ga die sinus er maar eens afhalen, denk ik. Want dat is volgens mij wel wat raar invloed op de... Ja, damage of zoiets. I don't know. Mebbe. Zou je dit echt niet horen, maar ja. Wel, I don't know. Oké, dit faalt gewoon. Nog is die emu. Dit ding is zo grappig. Ga eens kijken of hier ik een kill mee kan krijgen. Ik denk het haast niet, maar ja. Misschien een leuke kill check of zo. Zo 1, 2, 3, geen gastjes lopen. Even beter. Ah, kijk, daar is er een. Oh, een assist. Dat is wel kut. Vind ik ook niet kloppend. Holy kut, wat is dat nou voor iets? My god. Wat zitten er kogels of zo? Bliksemkogels. I don't fucking know. Oké. La 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 la. Hup, daar is ook weer een kill gekregen. Nee, dat is een assist. Oh my god. Nou, ik sta geen laatste dus met...
5 kills in ieder geval. Dat is heel wat voor mij. Ik ben genaaid van achter. Wat? Dat zie je niet op de radar. Of ja, misschien was het al op de radar, alleen keek ik niet rood. Ik weet ook niet meer al bij deze game. Het is gewoon heel raar allemaal. En heel falend. Gooby, please. Gooby! Mijn god. Ik ben helemaal dood hier. Kijk dan, hij. What the fuck doet die gast? Victory. Dat is altijd nice. Oké. Eens even kijken. Wat, 3 minuten? Wat is dat nou? Ah, we doen er nog even een potje. Oké. Ik wou dat ik kon zien hoe lang ik al bezig was. Ik denk dat ik gewoon mijn telefoon met stopwatch erbij ga leggen. Ja, dat ga ik gewoon doen. Maar we doen gewoon nog een potje. Gewoon. YOLO! Ben ik gepromoveerd? Yay! Dat is mooi. Yes, ik heb dat ding. Continue. Accept. Customize equipment. Dan gaan we denk ik... Je moeder, nee. Oké, dan doe ik deze weg. En dan... Oh nee! Wat is dat nou? Ik wil gewoon mijn nieuwe wapen. Mag dat niet of zo, jij dikke emu? Dikke emu game. Laat mij gewoon even dat wapen. Ja, gewoon. Gewoon mij even dat wapen geven. Sparta. Mijn god. Wat heb ik met Sparta de laatste tijd? Ik weet het ook niet. Oké, nou. Een beetje koud hier. Bah. Lalala. Het is middags echt gewoon fucking warm hier. En 's ochtends bevries je gewoon half. Even kijken. Ja, ik kan niet anders, denk ik, hè. Zullen we de V-line? Ja, we gaan de V-line. Oké. Want ik kan niet bij een change equipment. Kan dat? Nee, ik kan het niet aanpassen. Dat kan niet in game. Doe het straks. En dan gaan we de volgende episode gaan we naar mijn nieuwe wapen kijken. Oh ja. Ja, level 13, hè. The fuck is dat gekraak? Een 6. Is iets in ieder geval. Ja, beter iets dan niets, hè. En toen kwam er zo'n kereltje aan. Met zijn cloaking device. Kijk hier. Wat? Hij? Dat is niet leuk met zijn nunchkop of met zijn sniperskopje. Dat is gewoon noobheid. En een boog. Of niet? Nee. Weer zo'n ding. Wat is dat toch voor emu-wapen? Vind ik gewoon niet kunnen dit. Nee, dat haal ik niet, oké. Kan ik dus niet komen. Ik heb dus ook zo geen idee waar ik rondhangen. Dus gewoon, ik ken de mappen en spawns en al die bullshit, dat ken ik gewoon helemaal niet. Hè? Nee toch! Hoe vaak heeft die mongol mij wel niet gekild al? Oké, wat de fuck is dit voor een laggy iets hier? Kan ik niet meer springen? Oh, there we go. Doe maar, fuckers. The night. Holy kut, door wat ging ik nou weer dood? Wat is dat ding op mij laten vallen? What the fuck, wat een kid, dat is gewoon epic. Dat was ook een helemaal hoge audio piek of zoiets, I don't know. What the fluff? Wat is dat verschil iets? What, crisis? Are you fucking me? Serieus? Ik geef mezelf ook niet zuivere koffie altijd, hè? Ik wil niks zeggen, maar... Echt, dit klopt gewoon voor geen centimeter gewoon. Ik weet niet hoe die emu is, dus ik hou me er ook niet meer mee bezig. Kijk, dit was dat ding wat op me was gevallen volgens mij.
Goed, we zijn er. In de trein. What the fuck? Iemand die praat gewoon. Shut the fuck up, jij. Even kijken of ik mensen kan muten, hè. Auto-mute. Oh, dat is nice. Dat kun je niet bij kot doen, maar het is wel nice dat je dat hier kunt. Auto-mute. Heel klok. Ja, ik moest reloaden. Ik lette niet op mijn kogels. Dat was mijn failure. 2 kills nog maar. Falend, dit. Ik moet beter mijn best gaan doen in deze game, want anders dan komt het gewoon niet goed gewoon. Headshot, mooi zo. Dog tag. Collect. Holy kut, er is een gast die bovenop mij springt. Of ze komen van achter of ze komen van boven. Niet te filmen. Weer zo'n schildschat. Volgens mij is die kerel gewoon fucking aan het hacken. Ik weet niet wat het is, maar... Want je kunt volgens mij bij computer games, bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld Call of Duty Black Ops 2 op de computer hebt, kun je er ook gewoon hacks voor aanschaffen. Jammer joh! Zou we wel een mee killen. What the fuck is dit? Your connection to the session has been lost. Zie je wel, ik lag er weer gewoon. Nou, dan gaan we maar eens even, denk ik, weet ik veel, dat wapen pakken of zo. Dus Scarp Mod 2, die kan wel weg, hebben we niks aan. Is dit dat ding, de Marshall? Of zo? Ja, ik denk zo. Nee, die Marshall had ik toch al. Die had ik al, die had ik al, die ook. Deze. Equip item, dit is een nieuwe. MK nog wat. Oké, Equipment en customization. Iron sight. Er is best level 2, hier nog wat bij. Nee, March Bell heeft hij ook nog helemaal niks. Oké, nou dan gaan we maar eens even nog... Wat zullen we erbij doen? Rapid fire lijkt mij wel... En dan back. En dan wil ik nog even dit doen. Dan wil ik nog even deze aanpassen hier. Empty. Finish customization. Oké dan. Wel jongens, ik denk dat ik het hierbij ga laten. Wij gaan in de volgende aflevering gaan wij met... Ja, met Snackbar dus. De MK60 mod. Gaan wij spelen. Ik hoop dat jullie nog even wat likes gaan achterlaten. Om te vieren dat Kruisjes 3 terug is. Ik hoop ook dat jullie mij nog even gaan volgen op Twitter. @ShadowGames3 Twitter. En als je nou toch bezig bent, abonneer dan ook nog even. En wel, dan zie ik jullie later. Dus ja, later mensen.